Ik denk wel dat de media wel een heel goed middel is voor evangelisatie. Het moet het middel zijn wat het doel dient. Maar ik denk wel dat je er niet omheen kunt dat het dragers zijn van de boodschap in de huidige setting. We zijn hier in Wezep en ik ben op bezoek bij dominee van Vlastuin. Althans, u bent niet meer predikant van een gemeente hier, maar u bent actief als docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie. U hebt daar een leidinggevende rol. U geeft onder andere het vak apologetiek. En waar ik met u over wil spreken is over de positie van christenen in deze maatschappij. En dan met name de rol van media daarbij, de rol van nieuwe media daarbij. Maar u bent zelf ook actief op internet. In ieder geval, u was een van de eerdere predikanten die een eigen website had. De basisgedachte erachter om tot zo'n website te komen is denk ik dat je zegt alle mogelijkheden in de schepping zijn mogelijkheden die christenen kunnen, moeten, mogen gebruiken. Parallel is denk ik de ontwikkeling van de boekdrukkunst. Dat is een technische ontwikkeling die erg heeft geholpen om het gedachtegoed van de reformatie te verspreiden. Ja, voor mij was het gewoon een actuele manier van een stukje uitdragen van theologie en alle dingen die momenteel aan de orde zijn. Maar een van de eigenschappen van die nieuwe media is natuurlijk wel dat je een heel ander platform beklimt, zeg maar. En met hele andere meningen in aanraking komt dan in je eigen directe omgeving. Ja. Daar moet je dan toch ook wel de vaardigheden voor hebben om daarmee om te gaan. Ja. Nee, dat is ongetwijfeld. Laat ik zeggen, voor de tijd van de boekdrukkunst zat je in een hele andere situatie als dat je door middel van de boekdrukkunst je publiek kon bereiken. De social media hebben daar nog weer een versnelling en een verandering aan gegeven. Als wij 50 jaar teruggaan hier in Nederland, had je bijvoorbeeld professor Wisse, die hield tijdreders. Dat was een aristocratische persoon met archaïs taalgebruik en had een geweldige positie, denk ik. Ja. Ik denk dat zo'n optreden het vandaag niet meer zou doen. Dus ja, iedere tijd en iedere cultuur en context ook gegeven alle technische middelen die wij gebruiken, die vraagt om een eigen aanpak, eigen vaardigheden enzovoort. Ik was inderdaad een van de eerste predikanten met een eigen website. In de social media loop ik helemaal niet voorop. En dat heeft denk ik wel te maken met die vluchtigheid. Want? Social media gaat allemaal snel en kort en vlug. Hè. Er worden discussies gehouden over allerlei theologische onderwerpen. Dat gaat erg kort door de bocht. Zonder dat de dingen echt uitgediept worden, hè, en behandeld worden. Ik denk dat de kerk zich zou moeten realiseren welke discussies er allemaal zo langs komen en voorbij vliegen. In die zin denk ik dat social media nooit prediking kunnen vervangen. Hè? Omdat in prediking word je toch geacht op een hoogstaande wijze, met een bepaalde diepgang, de Bijbelse thema's te behandelen. Ik denk dat je er niet omheen kunt om iets van die mediatechnieken te gebruiken. Professor Wisse zou zich hier waarschijnlijk niet prettig bij voelen. Nee. Het is ook een stukje verlegenheid van het. Voor een christen moet dat niet voorop staan. Het moet het middel zijn wat het doel dient. Maar het is een middel wat op zich zou kunnen passen. Je moet er wat moeite voor doen, maar het is niet uitgesloten. Nee, dat denk ik niet. Kijk, het is een aangrijpend, gradueel verschil, maar geen principieel verschil, denk ik, met hoe het alle eeuwen is geweest. Ik bedoel, in de reformatie zijn er enorm veel pamfletten en vluchtschriften verspreid en is er enorm veel gediscussieerd. En we weten dat uit latere eeuwen ook. En daar werd natuurlijk het volk, ook mee in aanraking gebracht. En die ging ook meedenken. Nou goed, het medium, de manier waarop het nu gebeurt, is anders. Maar ik zie dat als een
een andere vorm van een oude manier van discussiëren en met elkaar in gesprek zijn. Een verschil met vroeger is denk ik dat je nu heel gemakkelijk mensen bij de discussie zult krijgen die erbij betrokken raken, die toch weinig voeling hebben met het onderwerp zelf. Hè. Je praat over een volstrekt open gemeenschap. Laten we iets noemen als Twitter. Hè. Je kunt op Twitter best in een bepaalde kring in gesprek gaan over een theologisch thema. Maar de praktijk is het, doordat ze open is, dan heel snel vervuild doordat andere mensen zich ermee gaan bemoeien. Ja. Dat zie je op Facebook, dat zie je op veel van die sociale media. Mm-hmm. En is dat niet een reden om toch juist te kiezen voor een meer besloten discussieplatform? Nou, ik denk niet dat wij te kiezen hebben. Het is denk ik een gegeven, het gebeurt. Stel je voor praktisch, je bent dominee, je preekt over de catechismus. Het gaat over, zondagsheiliging, het vierde gebod, of een van de geboden zijn natuurlijk uiterst concreet. Dan is het denk ik goed als een predikant eventjes probeert te achterhalen wat er nu in de lucht hangt over dit thema. Doet u dat ook in de praktijk als u preekt? Soms, ja. En dus dat je even weet wat er in de lucht hangt, dat je daar voeling mee hebt. En dan leent een prediking zich juist voor om de vluchtigheid van de media en de korte de bocht argumentatie, om daar wat diepere kwaliteit aan te geven. Dus als alles zo open is en alle meningen zijn nog veel meer toegankelijk dan ze al waren, zo waren dat al natuurlijk, het waren altijd publieke dingen denk ik, maar het is allemaal wel versneld. Dat vraagt wel des te meer deskundigheid van predikanten in dit geval. Om daarmee om te gaan en daar leiding aan te geven en de dingen goed te kunnen plaatsen. En ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik een lezing heb gehouden en dan werd daarna dus over gediscussieerd op Twitter en Facebook enzovoort. Kijk, ik geloof niet dat we ons nou helemaal geroepen moeten weten om daar altijd de vinger achter te houden. Dat lukt je ook niet, denk ik. Dus dat is de ene kant. Als je aan de andere kant de mogelijkheid hebt om daarmee wel in contact te zijn en wel input te leveren, is dat meerwaarde, denk ik. Ja. Ik zou blijven denken uit de plaatselijke gemeente. Hè. Dat is onvervangbaar. Daar zit een pastorale kant aan. Als je het alleen menselijk zegt, een sociologische kant aan. Een relationele kant aan, die niet te vervangen is door het wereldwijde web. Daar moet je zuinig op zijn, dan moet je ook als kern blijven zien, hè, om daarna te handelen. Persoonlijk heb ik 3 gemeentes mogen dienen en alle 3 de gemeentes zijn verschillend. Je kunt alleen maar echt preken als je de gemeente kent, als je de mensen kent, als je door de gemeente gaat. Dat er een echte wisselwerking komt tussen gemeente en prediking. Dus wij moeten ons denk ik niet gaan richten op alle mogelijke luisteraars die zich waar dan ook in de wereld kunnen bevinden. Maar je richt je op deze kerngemeenschap. Dat moet denk ik je uitgangspunt blijven. Terwijl er daarnaast mogelijkheden zijn om de dingen uit te breiden. Kijk, zoals een dominee vroeger van zijn preken een boek maakte of zo. Zo kun je je voorstellen dat hij nu vanuit de prediking op social media actief is of zo. Je kunt je ook voorstellen dat een predikant via social media contact heeft met zijn catechizanten of zo. Maar goed, 1 fase verder is dat je het op die manier doet met heel je gemeente. En het is ook voorstelbaar dat je daaromheen een netwerk hebt waarmee je in contact staat met mensen. Misschien meer van apologetische aard of evangelisatorische aard. Ik denk wel dat de media wel een heel goed middel is voor evangelisatie. Juist door wandlijners en puntig dingen onder de aandacht te brengen, kun je de aandacht vestigen op een stuk boodschap van het christelijk geloof. En dat kan een contact uitwerken en oproepen. Ik kwam een uitspraak tegen van Albert Mohler, die zei, als je in deze nieuwe digitale omgeving niet aanwezig bent, dan betekent het heel snel dat je gezag zult verliezen, want de omgeving daarbuiten wordt steeds kleiner. Betekent het dat kerken
dan ook steeds actiever zouden moeten worden of Amsterdam zouden moeten worden op het gebied van nieuwe media en een digitale presentie moeten hebben? Ik zou het woordje moeten niet gebruiken. Dat klinkt zoiets van wij verliezen de slag en er zit een bepaalde krampachtigheid achter. Ik denk sowieso dat het automatisch gebeurt, hè, met nieuwe generaties die in de huidige cultuur ingroeien. Die zullen dat automatisch doen. Ik denk ook niet dat wij ons daarvan moeten afzonderen en buitensluiten op een soort wijze zoals de Amis of zo. Hè. Ik bedoel, dan ben je denk ik bij voorbaat te negatief over technische middelen. Ik sta er een beetje ontspannen in van laat het maar geworden en laat het maar gebeuren. En natuurlijk kun je niet van de social media en de hele digitalisering uitsluiten. Maar je hoeft het ook niet heel krampachtig nu in één keer te gaan zoeken en bevorderen en daar een versnelling op inzetten.